mooi volk. Ik hoop onder pad. Veel enthousiast ben ik. Echt en niet een beetje. Want, kom onder pad, is 28 augustus met z'n allen een huwelijke fest. Een huwelijksfeest. Dat hebben ze bekendgemaakt op Toekie. Tussen Fiber, Delta Fiber netwerken en Rendo Fiber. Ze hebben allebei dezelfde achternamen. En dat wil wat zijn. Want wat gaat ze doen? Ze gaat het aanleggen in de Butendorp. Aan persen kant hebben ze het al een beetje gedaan. Maar Tiendevenen nog niet. Nieuwerdorp nog niet. Noordse Schut nog niet. Nederlander nog niet. Eerlem nog niet. En Noordse Schut natuurlijk niet te vergeten. Want daar komt ook nog een infoamt. Die is op 15 september. En 14 september hebben ze hem op school. Wat krijg je daar? Een uurtje informatie. Wat de vorm is van glasvezel. En wat de mogelijkheden bent van glasvezel. En ik ben eindeloos. Want iedereen die als een beetje wet van glasvezel. Die wet dat het zo snel is als het locht. Dus de informatie op een televisie, op een computer, op een laptop. Is snel. Net. Nou probeer die met dat maar eens te meten. Het lukt mij niet. Dus interesseert het toe om glasvezel aan te leggen. Dan moet je dat zeker doen. Je helpt er om kinderen met en misschien heb je er zelf ook nog heel veel plezier van. 14 september, Schoonhoven, Hollandseveld. 15 september, de cirkel, Noordse Schut. In Hollandseveld is het informatiepunt. Daar kun je ook terecht, hoor. Als je vragen hebt, je hebt allemaal een krant gehad. Je hebt allemaal een brief gehad. Maar ik kan me voorstellen dat je nog een bulte vragen hebt. Informatiepunt, Toekie. Bestudie. Duidelijk zichtbaar. Dus doe het. Wij als ambassadeurs rekenen te boek. We hebben er ook nog een filmpje van. Een filmpje van het huwelijk. Dat ze samen de wedstrijd opent. Nee, dat zeg ik verkeerd. De campagne opent voor de aanleg. Samen met Delta Fiber Netwerk en Rendo Fiber. Goedemorgen allemaal. We zijn hier in Hollandseveld. Welkom Eddy Veenstra, directeur van Rendo. We staan hier voor het glasvezelinformatiepunt voor de campagne die we gaan voeren in 6 kernen in de gemeente Hoogeveen. Maar niet alleen de kernen, ook de gebieden daartussen willen we meenemen en voorzien van glasvezel. Vandaag de opening, deze week start ook de campagne en alle mensen in dat gebied en in die kernen zullen binnenkort ook meer informatie van ons ontvangen. Aan jou de eer, Eddy. Ja. Om te openen. Nou, goedemorgen allemaal. Hartstikke leuk dat we hier op zaterdagmorgen zijn in Hollandseveld. In de gemeente Hoogeveen. Een van de leukste gemeenten in Drenthe zou ik zeggen. Een heel groot gedeelte van Hoogeveen heeft al glasvezel. Met name de buitengebieden aan de kant van Persen en die hoek van Hoogeveen. Het zou mooi zijn als het ook lukt om hier voldoende mensen geïnteresseerd te krijgen voor glasvezel. En daar gaan we echt voor de komende periode. Glasvezel wordt steeds belangrijker. Internet wordt steeds belangrijker. Heel goed voor de ontwikkeling van Hoogeveen. Nou, we hebben de afgelopen tijd meegemaakt nu dat thuiswerken heel belangrijk is. Dan heb je goede internetverbindingen voor. Nou, en ik denk dat wij daar heel goed op een hele goede manier tot in staat zijn. Dus ik wens iedereen heel veel succes de komende periode om hier wat moois van te maken. En ik hoop dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn. Dus laten we gewoon snel beginnen. Dankjewel. Laten we de opening doen. Helemaal goed. Met z'n tweeën maar. Ja. 3, 2, 1. Heel goed. De komende week kun je veel meer verwachten over Fiber. Heel veel. Want wat gaan we doen? We gaan ook een interview zolden met ambassadeurs. Onze wethouder Jan Swiers, die gaf al aan. Glasvezel bij beter uit. Denk je ook dat het duurder is? Nee, het is net zo duur als nou. Gewoon. Niks meer, niks minder. Het enige grote voordeel is, het giet veel sneller. En dat kun je zelf ervaren. De directeur van Rendo Fiber, Eddy Veenstra, die wil dat accent echt toevoegen. Maar jullie, ervaar het zelf. Dat is de kracht wel hoor.
Hartstikke goed dat we dit informatiepunt hebben geopend. Nou, ik hoop dat heel veel mensen in Hollandse Veld geïnteresseerd zijn in glasvezel. Glasvezel wordt belangrijk. Voor oudere mensen, voor jongere mensen is belangrijk. Denk eens aan gezondheidszorg, zorg op afstand, onderwijs op afstand. Heel belangrijk voor de economische ontwikkeling van dit gebied. Voor nu en voor later. Met Hollandse Veld en de dorpen hier in de omgeving hebben nagenoeg de hele gemeente Hogeveen en zeker de buitengebieden zijn voorzien van glasvezel. Dus ja, ik denk een mooie stap op weg naar een nog mooiere toekomst voor Hollandse Veld, laat ik het zo zeggen. Ik vergeet niet gewoon wat, maar ja, hey, af en toe vergeet ik wel eens wat. Maar dit vergeet ik niet. Dinsdag 14 en woensdag 15 september bent er informatie om. En die wordt dan met de voordelen van glasvezel nog eens haarfijn uitgelegd wordt. Haarfijn is natuurlijk verrekt en nauwkeurig en precies. Want dat bent wel geworden als weekend. 14 september is het in een schoonroom in Hollandse Veld. En je kunt het beheren, maar ja, hé, hey, het is het goede neus, hè? Het is in Hollandse Veld. 15 september hebben ze het in het dorpshuis, de cirkel in Noordse Schut. En die informatie om, die duurt niet zo lang. Maar een uurtje in de aandacht erbij, in kopje recht. Van 7:30 tot 8:30. En daarna kun je vragen wat je wilt. Het is hartstikke mooi, want wij hebben ook nog een klein oproepje van een soort huwelijk tussen Delta en Rendo. Wanneer dat ze dat gaat vieren? Ik reken op jullie. Jullie kunt rekenen op ons. Mooie. Goedemorgen, mijn naam is Chantal Klaassen. Ik werk voor Rendo, gevestigd in Meppel. We werken op het gebied van glasvezel samen met Delta Fiber Netwerk. Ik sta hier naast Kees Swan, onze gebiedscoördinator. Ik ben even benieuwd, wat houdt gebiedscoördinator in en wat is de oproep die je wil plaatsen voor deze glasvezelcampagne? Dankjewel Chantal. Ik ben dat gebiedscoördinator en ik zoek mensen in dat gebied, mensen in de dorpen, die mij willen helpen, die ons willen helpen om hun mede-inwoners van het dorp te enthousiasmeren voor glasvezel. Dus ben jij iemand die in staat is mensen te enthousiasmeren en ze te laten nadenken over de vraag, moet ik wel of niet voor glasvezel kiezen? Neem dan contact met mij op. Dan kunnen we samen kijken hoe we er wat moois van kunnen maken. Samen gaan we voor glasvezel. Als je daarmee begint, dan moeten ze wel een bepaalde normen moeten ze voldoen. Ja. En dan valt er weer zoveel dingen, zeg maar, realiteit dingen.